Hoi, het is weer tijd voor een hele nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik allemaal verschillende soorten super toffe emoji spulletjes van de Action uitproberen. Ik kan niet wachten om ze allemaal in mijn handen te krijgen. Maar voor die tijd gaan we uiteraard proberen om de like van vandaag te halen. En dat wordt de 11.000. Dus daar kun je me zeker mee helpen door deze video gewoon eventjes een duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier zul je namelijk altijd op de hoogte blijven via een melding van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Deze video is gesponsord door Emoji. En misschien ken je emojis wel van je telefoon. Maar ze zijn niet alleen maar digitaal. Ze zijn namelijk ook te vinden op een heleboel super toffe producten. En in deze video ga ik een aantal van deze producten laten zien. En natuurlijk zelf ook uitproberen. Want ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. En ik word altijd super mega vrolijk van emojis. Nu heb ik dus al deze emoji producten in één hele grote super toffe doos gekregen. Oh, hij is zo enorm mega, jongens. Ik kan hem moeilijk vasthouden. Oh, hij is ook wel een beetje zwaar, maar laten we hem gewoon eventjes snel gaan openmaken. Ik ben er helemaal klaar voor, jongens. En dat is zo ongelooflijk gaaf. Oké, nou, ik ga het meteen eventjes zo aan de kant zetten. Kijk nou hoe ongelooflijk tof dit is, jongens. Ik ga het nog eventjes niet laten zien. Ik denk dat je misschien wel een ideetje hierover hebt. Maar dit zijn dus gewoon superleuke emoji kussens. Wat? Dit is een vrij simpele. Dit is gewoon een lachend gezichtje. Maar jongens, wat is die ontzettend zacht. Ik hou ervan. Oh, en wat hebben we hier? Emoji met hartoogjes. Oh my goodness. Hoe ontzettend schattig en leuk is deze? Dan hebben we hier zo een hele leuke aap-emoji. Ah. Dit is eigenlijk gewoon een emoji van mijn leven. Want ik voel me soms af en toe ook wel een beetje een aapje. En als allerlaatste. Oh jeetje, wat is dit spannend. Wow, oh my goodness. Kijk nou hoe leuk dit is. Hallo, het heeft zelfs oortjes. Ik vind het zo ongelooflijk gaaf en grappig. Oeh. Nou, dat was een heel erg groot succes. Maar wat hebben we nog meer in deze doos? Wow, dit is een emoji ring my bell. Het is dus eigenlijk gewoon een fietsbel met een emoji erop. En niet alleen dat, mijn favoriete emoji. En dit is natuurlijk een eenhoorn. Oh, dit kan je uiteraard gewoon op je fiets zetten. Of je kan hem ook heel erg leuk als een ringetje gebruiken. Tadaa. En dan gaan we hem nu gewoon eventjes ringen of bellen. Of hoe noem je dat eigenlijk? Ik heb geen idee. 3, 2, 1. Wow. Kijk uit, Jamila's coming. Oh, wat heb ik hier nou weer in mijn handen? Dit is echt een hele grote verpakking. Maar wat zit erin? Oh, wow. Dit is een dekbed. Een dekbed met een eenhoorn erop. Dit maakt me helemaal vrolijk en super blij. Ik vind hem zo ontzettend gaaf en grappig en cool tegelijkertijd. Dit ga ik natuurlijk uitproberen, want heel erg handig. Ik heb een bed hier achter me. Woehoe. Wat heb ik? Oh, wow, wat is dit, jongens? Kijk nou hoe ontzettend leuk en geweldig het eruit ziet. Er staat op dat het een rosette is met daarbij een pinnetje. Dus dan kan je het gewoon aan je kleding vastspelden of zo. Of misschien wel aan je tas. Weet je wat het is? Ik merk dat eigenlijk gewoon in deze hele doos en al deze emoji producten heel erg uniek en verschillend zijn. En ik vind dat zo ontzettend leuk, want je weet gewoon niet wat je kunt verwachten. Dus deze rosette is natuurlijk wel helemaal geweldig. Ik kan niet wachten om dit gewoon eventjes bij mezelf op te spelden. Bij deze geef ik mezelf een Unicorn Queen van het jaar award. Om mezelf helemaal in het emoji thema te krijgen, heb ik hier een super grappig masker. Haha, snap je het grapje? Oké. Okay. Ik ga maar gewoon eventjes opdoen, want ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel het enige wat je kan doen met een masker. Dus ik ben heel erg benieuwd en auw. Ah, oh, dat deed pijn. Tada! Nou, volgens mij is alles nu echt heel erg grappig. Dan ga ik ook eventjes kijken of het volgende product een beetje leuk is. En wat hebben we hier? Oh, wow. Oh jeetje, het is een beetje lastig om het allemaal te zien, jongens. Maar volgens mij heb ik allemaal pennen en potloden. En daarbij ook nog etuis te pakken. Allereerst gewoon eventjes kijken naar deze geweldige set. Ik heb natuurlijk alles in een emoji thema. Dus we hebben hier pennen en potloden met hele leuke geweldige emojis erop. Een gummetje, een puntenslijper en zelfs een liniaal. Ik weet niet waar die precies is, maar hij
prijs zit er in ieder geval op, want het staat op de achterkant. Ha, handig. En al deze spulletjes kan je natuurlijk in een etui zetten. Dus we hebben hier een hele vrolijke, super roze emoji etui. En ik zie er zo ontzettend veel verschillende figuurtjes op, jongens. Je kan eeuwenlang gewoon eventjes kijken naar deze etui. Maar daarbij hebben we ook nog deze geweldige pastel unicorn etui. Dit zou ik absoluut zelf willen hebben als ik op school had gezeten. Maar dan ga ik nu gewoon eventjes dit masker afdoen. Oh, wow! En, wow! Deze is zo gaaf. Dit is een horloge. En kijk hoe ontzettend geweldig dit verpakt is. Daarbij heb ik er een heel erg leuk nieuwtje over. Want dit horloge is een primeur. Dat betekent dat hij nog niet in de winkels ligt. Maar vanaf september pas. Maar jullie mogen hem nu alvast zien. En daarbij wil ik hem natuurlijk ook nog eventjes uittesten. Ik ben zo benieuwd naar hoe die op mijn arm eruit gaat zien. Oh, het is zo'n prachtige roze kleur. Oeh, hij voelt lekker jellyachtig aan. Zo, ik haal hem eraf. Kijk nou. Oeh, I love it. Hij is zo lekker groot. Dus dat betekent dat je heel erg makkelijk en fijn de tijd hiervan kunt lezen. Yes, hier is hij dan. Kijk nou naar hoe geweldig die eruit ziet, jongens. Ik vind hem zo ontzettend tof. En daarbij ziet hij er ook nog eens heel erg trendy uit. En laat ik dan nu gewoon eventjes kijken naar hoe laat het is. Ah, tijd om naar het volgende dingetje te gaan. Foto's maken vind ik zo ongelooflijk leuk. En dit is dus gewoon een selfie kit. Dus het zijn allemaal verschillende soorten emojis op een stokje. Waarmee je hele gekke en grappige selfies kunt maken. Wow, dat zijn er zo ongelooflijk veel. Wat hebben we hier allemaal? Je weet onderhand natuurlijk wel dat ik heel erg veel van emojis hou. Maar daarbij hou ik ook heel erg veel van glitters. En daar heb ik deze super geweldige glitter emojis voor, jongens. Oh, als dit je niet in één keer gewoon mega vrolijk maakt, dan weet ik het ook niet meer. Ze zien er super leuk uit. Met van die glitterende diamantjes erop. Dus ik ga deze gewoon eventjes openmaken en kijken of ik ze ergens op kan plakken. Misschien wel op mijn shirt. Allereerst vind ik deze mond emoji of met de lippen echt heel erg gaaf. En kijk dan, de diamantjes zitten er gewoon 3D opgeplakt. Dus het is een soort van sticker op een sticker. Oh my goodness. Ik hou hiervan. Ta-da-da-da. Oh, nou dat gaat hartstikke super. En tja. Wow. Oké, het is dat ik nu eventjes geen tas bij me heb. Maar het zou zo ontzettend leuk zijn als je hele tas hiermee versiert. Ik vind hem zo prachtig en leuk. Dus wat hebben we nog meer? Ah! Ik vind deze sassy girl zo ontzettend leuk. Want ze heeft echt gewoon een attitude. En het doet me altijd aan mezelf denken. En dan ga ik deze gewoon een heel erg mooi plekje misschien hier zo geven. Want dit ben ik. Ahaha. Hoe staat het me? Lekker veel attitude. En yes. Voor dit volgende item heb ik wederom een primeur. En dat is deze geweldige oplader. Jongens, hoe ontzettend geniaal grappig is dit. Dit is dus gewoon iets waarmee je telefoon kunt opladen. Als je bijvoorbeeld niet heel erg dicht bij een stopcontact zit. En het is in de vorm van een eenhoorn. Een eenhoorn. Een eenhoorn. Zo, hier is die dan. En tada, wow. Oh my god, dit ding voelt zo ontzettend goed en hard aan. Wow. En daarbij is die ook echt van heel erg lekker formaat. Want je kan hem super handig zo vasthouden. Nou ja, ik zei natuurlijk dat dit een primeur is. Dus dat betekent dat hij pas vanaf augustus in de winkel te verkrijgen is. Maar dan heb je hem bij deze alvast eventjes gezien. En dit is natuurlijk niet het enige wat je erbij krijgt. Daarbij hoort er ook nog eventjes een draadje. Natuurlijk wel heel erg handig voor zo'n oplader. En dat draadje kan je hierin stoppen. En je kan dus je telefoon of je tablet of dat soort dingen hier gewoon heel erg handig mee opladen op school. Of als je gewoon lekker een dagje uit bent. Ik wil zo ontzettend graag weer terug naar school. Want dan zou ik dus deze unicorn emoji agenda kunnen gebruiken. Ik ben hier helemaal van weg. Allereerst ziet het er zo vrolijk uit met die pastelkleurtjes. En daarbij heeft de eenhoorn hartjesogen. En hier onderaan staat I believe in unicorns in een hele shiny tekst. Het is van een heel fijn formaat. Het is niet al te groot, maar ook niet al te klein. Dus je kan er lekker veel in schrijven. En zo ziet de binnenkant er dus uit, jongens. Al deze pagina's vol met dagen van het jaar. Hier kan dus gewoon je huiswerk in komen te staan. Of gewoon hele leuke dagen en events. En al deze spulletjes die ik zojuist heb laten zien, passen natuurlijk in een hele handige schooltas gemaakt van eenhoorns. Oh.
Zoals je kunt zien passen alle spulletjes hier makkelijk in de tas. En niet alleen dat, er past nog veel meer in. Ik vind deze helemaal geweldig en natuurlijk super leuk. Maar dit was niet het allerlaatste product. Dit is het allerlaatste product en die gaan we natuurlijk uitproberen. Ha! Zoals je kan zien is dit een opblaasbaar luchtbed. Nou ja, zo eigenlijk ziet het er helemaal niet naar uit. Laten we gewoon eventjes openvouwen en kijken hoe groot... Het is echt heel, heel, heel erg groot. Wow, hier is die dan. Oh my god, ik krijg hem niet eens gewoon volledig in het beeld. Maar zo krijg je er in ieder geval wel een beetje een idee van. Eventjes een tuintje opzoeken. Oh, yes, hier is die dan. En daar gaan we. Two hours later. Nu helemaal opgeblazen en opgevuld. En het is zo enorm groot en geweldig, jongens. Ik vind het super tof. Dus hij gaat nu meteen op het bed. En dan ga ik hem natuurlijk eventjes uittesten. Hey, dit is verbazingwekkend comfortabel, jongens. Ik vind het helemaal geweldig. En daarbij moet je natuurlijk eventjes bedenken dat ik op een gigantische emoji lig. Omringd door allemaal andere emojis. Ik ben gewoon in emoji hemel. Oh. Als je dit ziet, betekent het dat je de video helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En bewijs dat dan ook meteen eventjes door deze video een dikke vette duim omhoog te geven. En natuurlijk de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, welk van deze emoji producten uit de video vond jij het allerleukst? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!